Goeiedag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik in samenwerking met DevShop een budget outfit lookbook video voor jullie. De boodschap wat ik jullie wil meegeven is dat de designer niet altijd toe doet. Je moet het zien als een extraatje. Kan je het missen is het leuk. Kan je het niet missen, doe het niet. Want het gaat erom hoe je kleding combineert. En voor veel minder kan je er ook gewoon tof uitzien. Less is more, zegt ze ook wel eens. Als allereerst ga ik alle items stuk voor stuk laten zien. En dan de hele outfit in zijn geheel. En mocht je trouwens de items willen shoppen, check dan de link in de beschrijving. Alle linken zal ik erbij zetten. En natuurlijk ook de doorverwijzing naar de webshop. En tenslotte mag ik jullie dan ook nog een kortingscode weggeven bij een minimale besteding van 70 euro. Het is de maand december, iedereen houdt van shoppen. Dus grijp je kans. En alvast veel plezier bij het kijken. En de eerste items die ik jullie ga laten zien, hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Maar het gaat om dit shirt. Nike shirt, komt ook van de DevShop website. En deze nieuwe Era pet van Atlanta. Ik hou van caps. Volgens mij in elke video van mij heb ik wel een cap op. Dus deze kon ik niet achterwege laten. De volgende item is een lekkere warme trui van Fila. Vooral in deze koude dagen is het altijd lekker om een hoodie te hebben. En ik moet zeggen dat de oldschool merken langzamerhand weer terugkomen. Waarvan het merk Fila. Dus deze was zeker een must have voor mij. De volgende item is een joggingbroek van het merk Dev. Het eigen merk van DevShop dus. En wat ik hier zo tof aan vond is dat hij zak heeft aan de zijkanten. Dus het is niet zo'n standaard joggingbroek. Maar het heeft wel iets extra's. En ik, wanneer ik thuis kom, hou ik van comfortabel. En daar hoort zeker een joggingbroek bij. En de volgende item is van het merk Dev. Het is eigenlijk gewoon een basic shirt. Maar basic kan je het nooit genoeg van hebben. Het is zwart. Zwart is makkelijk te combineren. En het is wel een slim fit model. Dus dat zit altijd wel lekker. En het volgende item is van het merk Mr. T. Eigenlijk is wit ook altijd wel makkelijk te combineren. Maar doordat die NASA in het blauw is, is het ook weer niet zo'n standaard shirt. Ik hou van om wit te combineren onder een jas of onder een vest. Dus daardoor kon ik deze ook niet laten liggen. Het volgende item is eigenlijk hetzelfde als wat ik net heb laten zien. Die joggingbroek. Maar dit is een grijze kleur. En ik kan er nooit genoeg van hebben zoals ik eerder zei. Dus ik heb hem in het olijfgroen. Maar ook in het grijs. En dan hebben we hier een van mijn favorites. Ook van het merk Dev. Het is een zwarte spijkerjacket. Met een witte bondkraag. Ik vind die jackets met de witte bondkraag vind ik altijd wel tof. Ik had hem in het blauw. Maar die is te strak geworden. Dus toevallig zag ik deze op de webshop en ik kon deze niet laten liggen. Ik ben hier blij mee. Ja, maar zometeen gaan jullie een gevaarlijke combi zien met deze jacka. En dan hebben we hier de muts van het merk TrueSpin. Ik moet jullie eigenlijk eerlijk zeggen dat ik niet zo heel erg van de mutsen ben. Meer van de caps. Maar zoals het nu eruit ziet, het sneeuwt buiten. Dus dan is het altijd wel lekker om een muts op je hoofd te hebben. Vooral met mijn korte koep. Ik zat te twijfelen of ik mijn haar kort zou doen, maar geen twijfel meer over mogelijk, want ik kan gewoon een muts op mijn kop dragen. Lekker warm, dan heb ik niks te klagen. En het volgende item is van het merk Levi's. En dit is zeker een must-have. In eerste instantie wilde ik eigenlijk een witte versie hiervan, maar die was al uitverkocht. Dan moet je nagaan hoe gewild ze zijn. Dus ik heb hem alsnog kunnen scoren, maar dan in het grijs. En eigenlijk is het ook geen verkeerde keuze, want ik heb best wel weinig grijze shirtjes. Veel wit, veel zwart. Dus het wordt ook een uitdaging om deze dan te gaan combineren. Dat gaan jullie zo meteen wel zien. Komt helemaal goed. En dan hebben we hier een overhemd of blouse, of hoe je het ook noemen wilt, van een merk Dev. En het is wel echt een tof item. Het is een beetje zo'n oversized model. Waarbij je onder gewoon een tof wit shirt kan aantrekken. En je kan hier eigenlijk heel veel mee combineren. Maar dat laat ik jullie zo meteen wel zien. En de volgende item is natuurlijk nog een cap. Ook van het merk New Era, net als deze. Maar het verschil is dat dit een baseball cap is. En dit was een snapback. Dus zwart is altijd makkelijk te combineren en daarom hou ik van zwarte caps. En dan zijn we nu alweer aangekomen bij de laatste item. Spijkerbroek van het merk Aaron. Dubbel A-R-H-O-N voor de mensen die het echt graag willen weten. Het is zwart. Zwart vind ik tenminste makkelijk te combineren. Maar het is niet standaard zwart, want hier en daar heeft hij wat scheurtjes. En wat studs zijn erop gemonteerd. Dus daar kan ik wel een toffe outfit van maken. Maar dat gaan jullie zo meteen wel zien. De eerste outfit ga ik nu aantrekken. Dus ik ga even omkleden en dan ben ik zo terug. Oh baby, what's new? You really
wat ik niet wil. Je weet ik heb dank, verdrink in jouw ziel. Met tanden aan mijn bier, verkant voor je heel. Maar ik grijp jouw keel. Jeez, ik bepaal best veel. Want heb ik wat je eist, zo krijg ik jou stil. Freeze, baby please don't switch sides. Weer een nieuwe hit die moet geklipt zijn. She fell in love with my lifestyle. Boze ogen van mijn mannen die doen big time. Ik ben lit, ik zag Chanel voor mijn. En ik mag, want ik zo goed voor mijn kids. Baby, ik laat niet los, ik heb grip. Jij bent op een other week. De kapitein van mijn schip. Oh yeah. Nou, dit was alweer mijn mini-outfit lookbook video van onder de 100 euro. En ik moet toegeven, een aantal outfits waren iets meer dan 100 euro. Maar mocht je mijn kortingscode gaan gebruiken of heb je hem al gebruikt, dan kom je alsnog onder de 100 euro uit. Ja, zo. En check nog even alle info in de beschrijving, mocht het te snel gegaan zijn wat betreft kortingscode. Link naar de website en linkjes naar de items. En dan wil ik jullie hierbij bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik jullie weer in de volgende video. Ciao, ciao. Alles hier is